Nog één keer zeuren. Krokodillentranen. En dat kwam dan omdat ze zeiden, ja, u had het net zelf over aanbod en vraagzijde. Die vraagzijde is vanwege de lage rente. En wie gaat er over de lage rente? Ja. Ja, zegt meneer Roosendaal, de centrale bank. Nou, dan overschat u mijn rol toch schromelijk. Nou, u samen in Frankfurt bepaalt dat. We hebben het hier over hypotheekrentes. Dus dat gaat over rentes met een looptijd van 10, 15, 20 jaar. Die komen tot stand op de internationale kapitaalmarkten. Die komen tot stand in het spel tussen het mondiale aanbod van spaargeld van een vergrijzende wereldbevolking. Aan de andere kant minder vraag naar investeringen, omdat onze economie aan het verdienstelijke is, waar gewoon lagere investeringsbedragen bij horen. Allemaal waar. Op die markt is het waar dat centrale banken zich ook gemeld hebben met onze aankoopprogramma's. De bedragen van die aankoopprogramma's, die zijn werkelijk waar voor ons begrip mind-boggling. Maar op die hele grote internationale kapitaalmarkt hebben die slechts een beperkt effect op de rente. De rente daalt al 40 jaar trendmatig. Wij zijn slechts de laatste paar jaren actief op die kapitaalmarkt. En hooguit het laatste kleine beetje rentedaling zou u van kunnen zeggen. Nou, daar hebben de centrale banken dan ook nog. Hoorde u uw hart, uw Roosendaal net zuchten? Ik hoorde het hier. Ja, ik zucht, want het maakt nogal wat verschil uit of je een rente hebt voor je hypotheek van 1-2%. Of, zoals ik het me nog herinner, 4-5-6%. Die tijden komen niet terug. Dat is wel een slok op een borrel. En die hele lage rente, die brengt echt met zich mee dat mensen dus heel hoog kunnen lenen. Daar komt het simpelweg op neer. Ja. Maar die tijden komen niet terug. Gaat u er maar vanuit dat een hoge rente in de toekomst 3-4% zal zijn?